Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van vrijdag 18 mei. Vandaag begint de dag bewolkt, maar later op de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon ook door. Het is vanochtend 10 tot 12 graden en er staat een matige wind uit het noorden of noordwesten. Vanmiddag lopen de temperaturen op naar 14 graden aan de kust, tot lokaal 19 graden in het binnenland op plaatsen waar de zon goed doorbreekt. Het blijft de hele dag droog. Vannacht is er meer bewolking en dan liggen de minima tussen de 7 en de 9 graden. De wind komt nog steeds uit het noordwesten, maar kan in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtig zijn. Morgen hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als vandaag. We beginnen met veel bewolking en in de loop van de dag ook af en toe zon. Er kan hier en daar wel een buitje vallen, maar veel zal het niet voorstellen en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 15 tot lokaal 20 graden. Zondag draait de wind naar het oosten en dan gaan de temperaturen omhoog naar 21 tot 23 graden. Maandag en dinsdag kunnen we lokaal 25 graden halen in het binnenland. Er kan in het zuiden wel af en toe een bui vallen. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.